Ja, dan naar deze tafel, want het wie de grootste overwinning van zijn carrière. Autocoureur Nick de Vries versnits die kwam sneur als eerste oer de finish bij de Formule 2 race in Monaco. En hij riet dit seizoen voor het eerst in die klasse. Ze kreeg een stap collega's als de Formule 1. Nou, en in zijn debuutseizoen dus voortendadelijk op het hoogste plakje. En ook nog eens dus op dat prestigieuze circuit in Monaco. Ik denk, Nick, dat het vandaag een geweldig weekend geweest had, maar dat kin haast net oors. De mooiste race in je leven, echt weer? Het was zeker een heel erg sterk weekend. We begonnen het weekend vrij moeizaam doordat we in race 1 vanaf P14 moesten starten. Na twee grid penalties, eentje van het vorige weekend in Barcelona en nog een extra na de kwalificatie. Dus dat was heel erg zuur. Maar desalniettemin bleven we ervoor gaan en hebben we ons teruggeknokt. Race 1 in de top 8 gefinished, 7e. En daardoor konden we race 2 vanaf de eerste rij starten en zo kans maken op de overwinning. Ja, nou, we mochten een liefste compilatie maken van ja, die race, die wordt verschrikkelijk lang. Nou, we hebben de mooiste 20 seconden nu gepakt. Ja, okay. Helemaal goed. De start van de sprintrace in de straten van Monaco met een superstart daar van Nick de Vries. Die Cicotto zijn teammaat aftroefde, meteen de leiding neemt. Nick de Vries blijft weg, 10 seconden bij zijn achtervolgers. Maar later is er echt champagne voor Nick de Vries, hier een van zijn mooiste overwinningen uit zijn carrière. Een Nederlander wint dus in de Formule 2 hier in de straten van Monaco. En zijn naam is Nick de Vries. Ja, hij zit dan. Nick, maar het is Nick, hè? Klopt. Nick de Vries. Oké. Okay. Het leuke is, dat wist er net niet, maar deze man Sinoerdij, die had iedereen steeds maar in Friesland die het van sport had op de hichten. Gerard, ja, ik zeg via Dij voor het eerst dat hij woont hier. Ja, nou ja. Hoe vind je dat? Dat is direct bovenop. Ik vind hem een groot talent. Dat is dit Boeten Kijf. En hij is een Fries en een Friese autosportcoureur die op het hoogste niveau komen kan. Nou, die ben zeldzaam. Dus ik vind dat die jongen dacht, ik verzin het. En dat dwingt er ik al. En ik ben ik een leefhouder natuurlijk, dus ik vind het mooi om naar te zien. Maar dan zoals dit, dat je daar plat voor zit. Jongen, dat is mooi. Want Monaco is altijd mooi. Monaco is historie. En dan doet hij dat als jonkje uit Snits, uit Wellingen. Ja, doet hij dat maar even. Dat is knap, ja. Ja. Dat is echt respect. Ja, want is dat? Want hij zei, dat is dus vrij uniek. Dat is de eerste Fries die het wint, maar qua Nederlander in Monaco? Weten we dat überhaupt? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, maakt het volgens mij heeft Guido één, die heeft wel op het podium gestaan, ja. Guido van der Garde in de GP2, maar ik weet, volgens mij heeft hij niet gewonnen. Nee. Dus die is in Nederland direct nog. Maar Monaco is natuurlijk uniek en speciaal. En als je één wedstrijd in het jaar mag uitkiezen die je wilt winnen, dan is het sowieso Monaco. En dat is echt heel erg gaaf dat we die kans hebben benut en en de wedstrijd hebben gewonnen. Ja. Daar heeft een tweet er op een gegeven moment gestuurd in. Dat is al dit, hè. Breking soeverein. Ja, maar dat weet ik. Soeverein. Een petje af, het mag zijn worden. Ja. Hey, en Nick, ik zeg op een gegeven moment de beelden van, de ziet nog net in die compilatie, dan komt op een gegeven moment Nederlands volkslied en het is toch echt maar zo moeilijk van, hè? Of ik weet niet wat het weer, maar dat weer een emotie. Wat viel dus dat toen het is? Nou, wat echt heel erg gaaf is en wat je niet op tv ziet, is dat er waren enorm veel Nederlanders. En toen het Nederlands volkslied werd afgespeeld, hoorde ik vanaf het podium op de tribunes dat mensen het Nederlands volkslied aan het meezingen waren. En dat was natuurlijk wel echt heel erg uniek en gaaf dat je dat gewoon vanaf het podium in Monaco kan horen. Ja, maar toch is het zo dat die Nederlandse het schoen, maar heel het Nederlandse thuis net. Die ziet wel kleervaar voor Max, maar net voor Dij. Het wordt live uitgezonden, dus in principe zouden ze het kunnen zien inderdaad. Maar ik begrijp natuurlijk dat er veel minder media-aandacht is rond Formule 2 dan Formule 1. Dus dat is natuurlijk logisch. Maar je merkt wel nu dat Max min of meer de sport in Nederland weer op de kaart heeft gezet, dat er in het algemeen veel meer aandacht voor is en dat men beter begrijpt wat het inhoudt. Ja, want daarom is het ook zo belangrijk dat hij nou Formule 2 rijdt. In het programma van Formule 1 komt er ook volle meer omdenken voor hem. Dat is juist landelijk. Ja, want hoe gaat dat? De eerste race, je bent het voorprogramma, dus is het even nog... Ja, ik had race die hij won, dat wie bijvoorbeeld na de kwalificatie. Dus al die Nederlanders binnen Rick van Max Verstappen en die kwalificatie van de Formule 1, daar komt hij nog daarna. En dan bloeien meestal toch zitten. Ja. En want ze weten dat hij een talent is. En die opkomst van Verstappen, die smaakt het natuurlijk naar meer. En hij had altijd al zien in de laatste jaren dat er het talent had en snelheid. En dan maakt er ook nog een beetje geluk dat het op een goede moment op goede plakken is. Ja, want dat is het wel, Nick, want daar heeft hij vaker zitten, net op tafel. In 2013 hoopte dus dat het in 2015 gebeurde, zo een mooie stap naar de Formule 1. Toen hebben we in 2015 bij die West en toen zouden ze het volgende. Nou, hopelijk over 2 jaar ben ik klaar voor de
ja, voor de Formule 1. En ben ik goed genoeg en is er plek voor mij. Ja, begrijp ik goed. Nick, het is net om daar op het klem te zetten op die woorden, want het is gewoon een lastige wereld. Maar ja, toen is het een plan. En nu is het een Formule 2. Is dit, ja, klopt het dan nog wel? Op dat moment zag het er zo uit. Ik werd in 2014 kampioen in de Formule Renault 2 liter. Dat was het Europese kampioenschap in die klasse. Daarna reed ik in de Formule Renault 3,5 liter, wat gelijk stond op dat moment aan de Formule 2. Dus daar was ik in principe in 2015 al. Toen werd ik in mijn eerste seizoen derde in het kampioenschap en eerstejaars. Dus toen verwachtte ik dat ik nog een jaar in die klasse kon deelnemen. En dan was ik eigenlijk dit jaar klaar geweest voor de Formule 1. Alleen die klasse kwam te vervallen. Dus toen werd mijn carrièrepad min of meer gewijzigd. En je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van de mensen die min of meer jouw carrière sturen. In mijn geval is dat McLaren. En je kan nog zo graag willen. En ondanks dat de prestaties op dat moment goed genoeg waren, werd je gewoon min of meer op een ander pad gezet. En dat hoort erbij. Natuurlijk is dat jammer en vervelend, maar dat hoort erbij en zo loopt het. En je moet er gewoon voor blijven gaan en het maximale eruit halen. En meer kun je als rijder niet doen. Kijk, ik denk dat alle rijders die in een Formule 2 in de top meestrijden, die zijn allemaal goed genoeg voor de Formule 1. Ja, hier is dan wat er wie op een gegeven moment sprake van. Alonso van McLaren, die net mooi, die riede ergens hoor, de Indy 500. En toen waren ze van, zo niet het kennen. En toen zei ze zelf, maar weet ik eigenlijk net. Natuurlijk werd er over gespeculeerd en zo. Alleen, kijk, ik kan het zelf natuurlijk niet echt uitspreken dat ik denk dat ik dat kan. Maar dat denk je wel? Nou, hij hier het wel kent. Maar zullen we het wel wijzen, dan hier de deze race ik net wel. Nee, maar wat is nou mooi voor het eerst in die Formule 1 rijden? Wat is mooi? Nou, vraag. Ik denk dat je dat wel moet overwegen. Want uiteindelijk moet je de juiste keuze in je carrière maken. En wat had een debuut je opgeleverd, buiten een debuut om? Ja. Een eenmalig debuut. Nu ben je in Formule 2. Ja, maar dat wist net zeker of het ooit in die Formule 1 komt. Of wel? Klopt, nee. Maar het enige wat ik kan doen is presteren en mijn job doen. En hopen dat dat voldoende is om een kans te krijgen. En dat is voor iedereen in principe hetzelfde. Ja. John McLaren die hem steunt, al jaren, hè? 8 jaar. Klopt, 8 jaar. Perfect. Alleen die hij een fout maken, vind ik persoonlijk. En ik weet wel, Nick zelf dat misschien vindt het wel net en ons zei het waarschijnlijk. Maar vorig jaar, GP3, wat nog wij onder de Formule 12, wat vorig jaar GP12 weer. Toen hier ze hem al in deze klasse zetten. Correct. Toen hier McLaren zwaar maar omdat hij op het plak van Doorn, die kent hetzelfde talentprogramma die het nog Formule 1 rijdt, daar hier hij rijden, hier de vorige jaar GP2 rijden, hier dit jaar in het tweede jaar kampioen worden kent, of in ieder geval meisterie kent, in een topteam. Dat weer precies hetzelfde paard als van Doorn was. Volgend jaar Alonso ophouden en ik de Vries erin. Ken nog steeds wel, maar dat we hier het al makkelijker maken. Ja. Volledig mee eens. Oké. Okay. Kijk, nou, dat was het punt waar we waren in 2015, eerste jaar Formule Renault 3,5 liter, derde in het kampioenschap, eerste rookie, dus eerstejaars. En die klasse had ik nog een jaar moeten doen, maar die kwam te vervallen. Ja. En in plaats van naar de Formule 2 te gaan, werd ik toen min of meer in de GP3 gezet, omdat er onvoldoende budget was op dat moment. Dus ja, dat zo is het gelopen. Oké, okay. Nou even naar die man die het een heel soort losmaakt in Nederland. Die is toch een goed kist. Max Verstappen, we hebben nog even een filmpje van de NOS. Waarin bleek dat toch wel heel erg een leuke relatie met hem heeft. Ik heb even een zin. Want dit is een foto natuurlijk. Maar ik wil dat filmpje graag even zien. Ja, voor Monaco hebben we samen wat voorbereidingen gedaan op R-Factor. We kennen elkaar vrij goed en we hebben best wel veel tijd samen doorgebracht. Dus. En wie wint er dan met dat spelletje? Max weet altijd heel goed met de spelregels om te gaan. Ja, dit is nog even een donut voor Max. Maar is dat zo? Ben je altijd een mooie koor speeltjes aan het wandelen en andere dingen? Ik denk dat hij een fanatiekere gamer is dan ik. En momenteel komen we elkaar tegen op andere gelegenheden en maken we ons op andere manieren, zoals op zondagavond. Maar ik zeg, moest even nu het lezen? Want, toen hebben we ons weekend eventjes gevierd samen. En, In Monaco. En wat doe je hem dan? We hebben ons weekend gevierd, laten we daarop houden. Oké. Okay. Ja. Er is ook niks te doen in Monaco. Nee, precies. Nee, en hij wint het direct net, dus er is ook geen plak om te sliepen. Maar hoe is dat, Shane? Ben je een beetje type vreun? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja.
En wat betreft hij voor jou? Is hij nou... Je groeit op in zo'n wereldje. Dus je kent elkaar allemaal vanaf dat je begint te karten. Dus ik bedoel, Sainz en Kvyat zijn van mijn lichting. En Lance Stroll was mijn teamgenoot dus, in het karten. Dus je kent elkaar allemaal heel erg goed. En het is normaal dat je gewoon tijd met elkaar doorbrengt en elkaar goed kent. Maar is hij nou een persoon die het... Of toch hoe hij riet en wat hij doet, is hij nou een voordeel voor Dijk? Komt dat makkelijker in de formulier of kan hij dat misschien ook een beetje chin houden? Denken we nou nog een Nederlander misschien? Ik denk uiteindelijk dat dat geen invloed zal hebben op het feit dat ik het wel of niet zal gaan halen. Op zich is het goed dat het in Nederland meer leeft, omdat er in het algemeen meer aandacht is voor de sport. En dus meer sponsors? Eventueel. Alleen... ja, ik denk niet dat hij daar een invloed op zal gaan hebben. Ik denk dat het wel een voordeel is, want het maakt het wat los. Krijgen we ze schijst. Wat belangrijk is voor hem, want hij is gewoon een aardige jongen en een hele goede gast. Dat maakt volle meer tot uiting komen om te denken dat Lerik Sjena een sympathieke vent is. Dat er iedereen kan weten voor. Wat belangrijk is, sponsoren die er achtersteen. Sjona Jumbo, bij Max Verstappen wat dat losmaakt, jongen. En ik bedoel, er zijn genoeg Nederlandse bedrijven, ik in Friesland wel. En hele vernaaiende bedrijven. Neem, weet ik veel, misschien wel Unilever of zo. Maar ik zoek nog een titelsponsor. Uh-huh. 2018 zit ik in Engeland. Cool Blue, dat soort ondernemingen. Alleen modern. Okay. Nou, daar is het een oproep die. Maar in ieder geval bedankt, Nick. Ja. Succes. Leuk dat Steven wist. Eén dag in Friesland en voetmalig bij u. Dat is toch wel te danken. En we volgen die. Ik wil zeker ook medaille. Ja. En dan in de formulier.